Je laat je wapens, je zet je helm op en je maakt je gereed om in de helikopter in te stappen. Je beslist wel over iemand zijn droom waar kan maken of niet. En dus je hebt wel een impact op iemand zijn leven. Nou, ik denk dat je zou liegen als een commando zegt dat hij geen angst kent. Er komen dagelijks nieuwe dreigingen binnen. Er zijn veel vuurgevechten. Buiten zie je ook wel lichamen liggen. Uiteindelijk waren er 9 doden. Ja, dat was wel een heftig begin, ja.